Jur Botter, wethouder in Heemstede met onder andere volksgezondheid en WMO in portefeuille. Voor mij is het al een geslaagde dag, omdat er zo ontzettend veel verschillende partijen aanwezig zijn hier bij de provincie, die allemaal het beste voor hebben met de inwoners van onze mooie provincie, Noord-Holland. Ik denk alleen niet dat de inwoners direct van de sociale agenda nou 1, 2, 3 heel veel opschieten. Want aan zo'n stuk papier, ik denk dat er maar weinig burgers zijn die dat daadwerkelijk zullen lezen. Maar juist wat er gebeurt tussen instellingen, provincies en gemeenten is denk ik een unieke situatie. Een situatie waarbij we met een heel mooi proces van samenwerken tot een document zijn gekomen waarin we tot een aantal afspraken zijn gekomen. Afspraken op het terrein van samenwerking en informatieuitwisseling. Het zorgen dat geslaagde projecten en goede voorbeelden meer zichtbaar worden. En in die zin is het denk ik erg belangrijk dat burgers ook, al is het misschien dan in tweede instanties, een hele belangrijke impuls meekrijgen van hetgeen wat er op sociaal gebied en de sociale agenda in onze provincie gebeurt. Nou ja, wat ik denk is dat bijvoorbeeld wij in Heemstede hebben wij een heel erg mooi WMO-loket, loket Heemstede. Onlangs nog de eerste prijs gekregen van de beste loketten in Nederland. En ik denk zelf dat dat een goed voorbeeld is wat ik graag ook in andere Noord-Hollandse gemeenten zou willen laten zien. En dat daardoor ook burgers in de rest van Noord-Holland hun voordeel daarmee kunnen doen. We betrekken heel veel burgers via de WMO-klankbordgroep. Maar we hebben ook heel veel huisbezoeken. Maar liefst 75% van de mensen worden ook daadwerkelijk thuis bezocht. Dat geeft dus een beeld van de thuissituatie, waarin je naast het feit of mensen huishoudelijke hulp nodig hebben, ook in ieder geval heel erg goed kunt zien of er ook nog andere dingen in de leefomgeving en in de specifieke situatie van deze persoon spelen. En ik denk dat dat pure winst is en dat dat voor andere inwoners van Noord-Holland een heel mooi voorbeeld is.